Hoe voelt het nu die handtekeningen zijn gezet? Ja, heel goed. Het heeft lang geduurd, dus ik ben heel blij dat het rond is, zeker. Lang geduurd, bedoel je dan de onderhandelingen of wat bedoel je dat? Ja, er waren een paar achterliggende dingetjes dat afgerond moest worden en daarom moesten we wat langer wachten. Maar het is uiteindelijk mooi rondgekomen en daar ben ik wel heel blij mee, zeker. Gaat het waarschijnlijk om bepaalde details op papier, dus daar zal ik je niet naar vragen. Zat er bij jou lang, moest jij er lang over nadenken? Nee, ik hoef er niet te lang over na te denken. Ik had al wel vaak gesproken met mijn vader. En ik vind Twente gewoon een mooie club en ik merk gewoon dat ik hier nog lang niet uitgeleerd ben. Dus toen ze verder wouden, was dat een mooie stap ook voor mij om hier verder te gaan. Als je denkt van wat je hier nog aan stappen kunt maken, waar denk je dan vooral aan? Nog meer spelen. Want nu heb je natuurlijk een goede concurrentiestrijd, vorig jaar veel gespeeld. Maar ik wil gewoon structureel nog 2 jaar hier bij FC Twente in de baas spelen. En dan kan je wel verder kijken en kijken op wat voor niveau Twente dan zit. Maar de plannen zijn heel goed van de club. Dus structureel basis is wel nog een mooi doel. En je doet vorig jaar al wel even. Aan het eind van dat seizoen namen wij met de trainer een beetje het seizoen door. Toen noemde hij zelfs jou naast Hilgers misschien wel de grootste verrassing van het seizoen. Kun jij daar zelf ook in komen? Ja, zeker. Ja, ik zit nu dus derde seizoen in het eerste. Eerste seizoen op de helft van mijn debuut gemaakt en nog niet echt veel gespeeld. Ja, en toen begon in één keer vorig seizoen en toen kwam het een beetje met corona gevallen en blessures kwam ik erin. Dus ja, het was niet echt gepland of zo dat ik al dicht tegen de baas aan zat voor mijn gevoel, maar toen kwam ik erin. En toen heb ik wel bewezen dat ik wel het eredivisieniveau aan kan, zeker. Ik vroeg toen ook aan hem van, denk je dat Rots dit zelf had verwacht? En toen begon hij over Grolse Wind. Hij komt uit Groenlo, hè? Ja. En ze hebben het over Grolse Wind. Dus hij is niet brutaal, maar hij is ook niet bang om iets te zeggen en doelen te hebben. Dus als je het hem vraagt, denk hij van, ik wist dat ik het in me had, denk ik. Ik weet gewoon wat mijn eigen kwaliteiten zijn. En ja, dan moet de trainer het ook nog maar zien. En je moet gewoon zoveel mogelijk van jezelf laten zien. Maar ik denk dat vorig seizoen wel goed gelukt is. Ja, aan het eind van het seizoen liep je een vervelende blessure op. Ik denk dat jij een paar weken geleden misschien wel aan dat moment terug hebt gedacht in die oefenwedstrijd tegen M, of niet? Ja, dat was verschrikkelijk. Maar dit was een heel ander moment. Ik werd hard geraakt en vorige keer toen verzwikte ik hem echt. En toen was zijn enkelband ingescheurd en nu werd ik geraakt op de zenuw, waardoor het heel veel pijn deed. En ik wist helemaal niet, ik had nog nooit echt zenuwpijn gehad. En blijkbaar volgens de dokter doet dat gewoon ontzettend veel pijn en vandaar ook die schrik. Maar dat viel gelukkig uiteindelijk mee. Tegen Feyenoord alweer een helftje gespeeld. Ik vroeg net aan de trainer, kan die ook alweer 90 minuten aan? Hij gaf niet meteen heel eenduidig antwoord. Wat denk jij daar zelf van? Ik kan wel 90 minuten aan, zeker. Ik heb 2 weken geleden, nee, 3,5 week geleden Groningen oefenwedstrijd nog 90 minuten gespeeld. Ik kan wel zeker 90 minuten aan. Maar ja, zoals bij ons zie je vaak dat buitenspelers niet 90 minuten spelen. Dus 70, 80 is ook goed, hoor. Ja, en zijn wat mensen weggevallen nu op die posities? Ja, ik hoop wel dat ik ga starten zondag. Dat zou mooi zijn, zeker. Je noemde net al even jouw vader. En ik dacht misschien leuk om ook even überhaupt familie-element. Want jouw broertje speelt hier natuurlijk ook. Hoe was het om de voorbereiding dat hij er zo vol bij was om samen te doen? Ja, het was echt wel gek een beetje. Ja, normaal zie je hem alleen wedstrijden spelen hier op het complex. En soms zie je een training van hem. En nu mocht hij ineens de hele voorbereiding meedoen. Hij deed vorig seizoen al mee, maar toen was ik helaas geblesseerd. Dus toen dacht ik wel, jammer. Ik had ook wel graag tegenover hem op het trainingsveld te staan. Maar nu was de voorbereiding was hij erbij. En het is wel gek om tegenover hem te staan. Want gelijk de eerste training stond ik rechtsbuiten en stond hij linksback. Dus ja, dat was wel een strijd. Ja, hoe uit die strijd zich dan? Ja, ik win die nog zeker wel. Maar hij heeft wel veel kwaliteiten. Dus hij heeft zichzelf mooi laten zien. Ja, het viel mij toen meteen die eerste oefenwedstrijd tegen Bommers op. Ik denk, er is een rugnummer in de familie doorgegaan. 39, was dat toeval? Of? Nee, ja, ik had 39 en toen kwam 11 vrij. En ik vind, ja, het is wel mooi als je 11 mag hebben van de club. Als ze zeggen van, ja, je mag hem hebben. Dat is wel een soort erkenning van, je hebt het goed gedaan afgelopen seizoen. En basisnummer is altijd mooi om te hebben. En toen kwam Mats bij de selectie en toen mocht hij een paar keer meedoen. En toen vroeg Jacob, die had hem eerst volgens mij op nummer 40 gezet. Dus ik zei tegen Jacob van, kan Mats niet nummer 39 krijgen? Dat zou wel heel, heel mooi zijn als hij dan nummer 39 krijgt als hij meedoet hier. En Jacob vond dat een mooi idee, dus dat is gelukt. Ik
ik had wel het idee dat ook op trainingskamp en zo, dat die andere jongens dat dan wel echt lol uithaalden om jullie voor de grap door elkaar te gaan halen. Ja, ze noemen mij dan Mats en hem noemen ze dan Daan. En ja, dat is gewoon een beetje flauw humor, maar is wel grappig. Ik kom natuurlijk uit Groenlo. Is jullie familie dan van vroeger uit ook echt een FC Twente familie? Of neigen jullie meer richting Doetinchem? Nee, zeker niet. Nee, het is wel. Ik ging altijd vroeger mee met mijn vader naar Twente. Het was wel altijd. Mijn vader ging nog naar Diekman. En ja, ik ging altijd gewoon mee naar de Goalsvesten. En ja, de Graafschap is niet. Is misschien 5 minuten dichterbij, maar dat was nooit echt. Ik zat vroeger daar, mocht ik daar trainen. Ja. Alleen toen was Twente nog niet gekomen. Toen Twente kwam, was ik daar ook gelijk weg. Dus de Graafschap is niet echt wat voor mij. Tot slot dan misschien. Je zei net van ja, in ieder geval de komende 2 jaar hoop ik hier dan juist heel veel mogelijk te spelen. En vanaf dan even kijken ofwel hoe Twente er dan voor staat of misschien wel verder kijken. Is het echt wel een beetje zo'n traject in je hoofd dat je hebt uitgestippeld? Nou, ik wil gewoon stappen door blijven maken. En ik denk dat de club ook gewoon stappen door blijft maken. Dus het kan ook gewoon zijn dat ik hier gewoon lang speel. Want ik ben hier nog lang niet uitgeleerd. Maar het is gewoon. Kijk, over 2 jaar weet je natuurlijk meer. Dan zit je in het officiële laatste jaar van je contract. Dan moet er weer iets gebeuren. Dus vandaar dat ik een beetje 2 jaar aannam. Maar niet per se dat ik dan iets moet doen of zo. Maar het is gewoon, dan moet je er weer kijken hoe je er dan voor staat. Wat je volgende stappen kunnen zijn. Of dat bij Twente blijft of wat anders. Vandaar.